Er wordt gewoon één steen. Oké, rijd mee in gooien. Goedemorgen! Het is woensdag en we beginnen de dag met een brandslag. Woehoe! Jona is helemaal enthousiast. Ja, want we gaan vandaag slijm maken op mijn YouTube kanaal weer. In het weekend komt hij online, de slijm video. Want wij vinden het, nou ja, ik vooral, ik vind het zo leuk dat ik weer slijm ga maken. Maar weet je wat het was waarom mijn slijm niet hard werd? Sommigen hebben die misschien niet gezien, maar die video. Maar mijn vorige slijm werd niet hard. Omdat dat lenzenvloeistof, er zat geen borax in. Het was gewoon voor lenzen. Vandaag is het papje van Bart jarig. En Bart heeft gisteren een cadeautje voor hem gekocht. Op Marktplaats. Wat dan? Zou maar zo'n zoon hebben die je dit geeft voor je verjaardag. Zo, ik werk deze ochtend eventjes beneden. Want Bart's compagnon Daan die is vandaag boven met Bart aan het werk. En om 12 uur moet ik Jola alweer ophalen van school. En dan gaan we een mega grote schoonmaak slash opruim slash spullen weggooien actie houden. En Jola wil heel graag slijm maken. Dus waar gaan we dat allemaal beginnen? We beginnen met naar de Action te gaan voor alle schoonmaakspullen, weggooidingen, vuilniszakken enzovoorts. En de slijmspullen. En dan gaat Jola haar video maar zelf maken over het slijm maken. En dan ga ik in de tussentijd lekker mijn opruimdagje starten. Maar voor die tijd ben ik nog eventjes aan het werken. Ik ben nu een video aan het maken van Let's Get Real. En die wil ik vandaag nog online zetten. Dus die moet ik even afmaken. En ik heb vanochtend ook al één vlog geëdit. Dus gaat lekker. Ja. We zijn hier alleen maar voor de schoonmaakspullen en de slijmspullen. Maar moet je kijken, allemaal kersttruien. Hoe grappig. Dat is toch grappig? Kersttruien. Het is grappig, een heel kerstpak. Nou. Hilarisch. Deze heeft Jola gekregen. Super leuk. Leuke laarsjes voor de herfst. Het is echt zo belangrijk om veel ruimte te maken. Want als dus de nieuwe vloer gelegd gaat worden, dan moeten ook alle kasten leeg. Dus hoe lekker is het dan niet als je alvast al die overbodige kleding eruit hebt gehaald. Zo, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat en of het goed gaat werken. Aha. Wow, dit is echt een vet groot. Deze gaan lekker weg, Bart. Die gooi ik lekker weg. Sst. Dit, als het goed is, kijk, dit zijn allemaal overbodige kleding. Dit zijn mijn onderbroeken alleen. Als het maar goed is. Maar wat moet er gebeuren dan? Moest dat eraf? Ja, denk ik wel. En je houdt helemaal niks meer af als het goed is. Hoe bedoel je? Ja, maar als het goed is, gaat het helemaal. Moet het niet iets meer verspreid worden? Nee, juist niet, want dan kan je dit straks nog zo doen, ja. Toch? Ja, dit is heel vaak. Oh, je maakt er een... Ja, nou, je kan, zet de stofzuiger op en dan zuig je alle lucht eruit. Ik ben een paar keer zo... Ik ben heel benieuwd. Vul je koffers die toch al in huis staan met kleding. Ja, goed zo. Hoe? Hebben we daar vet van uit? Wil ik die schoenen daar zetten? Ja, die schoenen moeten daar, ja. Kijk, dan is het straks vet makkelijk weg te halen wanneer we de kast even moeten leeghalen. Het scheelt echt.
Kijk, die hele plank daarboven is nu leeg, hè? Gewoon leeg. Wow, vet, gewoon. Dit lijkt wel een tandenhoesje. Hu? Wel van een hoesje, hoor. Ja. Wat is die ding? Een heel groot hoesje. Als hij open is, dan ik denk, nee, een baksteen. Ik denk ja, dat het een chocoladeletter is. Ook dat. Dat kan, hè? Dat is ook bijna zin in de plaats. Paar kleinigheidjes. Nog maar. To you, happy birthday, to you, happy birthday, opa Jan. Birthday. Nou, van die dikke vingers uit mijn teambank dacht ik moet wel gewoon een grote voor je hebben. En dan ga ik een grote sport. Poeh. Nou, ik zit er echt uit als een spook, maar ik ben echt continu bezig geweest. Dus ja, de kast ziet er nu zo uit. Dit was trouwens vorige week. Laatste dingetjes, even afronden van deze dag. Het is 11 uur. Ik heb volgens mij niet veel gevlogd. Sorry. En zo druk bezig geweest in huis. Ik zit me net te bedenken dat ik niet eens weet waar mijn telefoon is. Geen idee. Ik ga ook nog wel even zoeken. Maar goed, dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen maar weer. Morgen weer een drukke dag. Morgen wordt de vloer ingemeten. En krijgen we een nieuwe wifi-installatie. Yes. Doei doei. Laat het rusten. Doei. Doei. Niet vergeten te abonneren. Hier. Bye. Oh my god. Dat is mooi.